Dames en heren, de sportvereniging AFC Eiburg is een spil in de wijk. De grootste sportclub van Eiburg staat niet alleen voor sport, maar staat ook voor samenwerking, verbondenheid, kansen creëren, vriendschap. En natuurlijk sportiviteit en respect. De samenwerking met de wijk, Eiburg, is voor ons heel belangrijk. De samenwerking met SK-coaching is eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Die waren al bezig in de wijk met spelertjes, met trainers. En wij dachten van, nou, dat is een win-win situatie, want wij kunnen die trainers ook goed gebruiken. Dus zij leiden nu trainers voor ons op. En die doen hier hun werk. Dat werkt beide kanten goed op. Wij begeleiden jongeren die dus sportbegeleider willen worden. En dat hoeft niet alleen op het gebied van voetbal te zijn. Maar het kan ook sport- en spellessen geven op basisscholen. Dat is ook iets wat ik doe voor SK Coaching. Als club is natuurlijk heel belangrijk om te overleven. De geldstroom, de sponsoring. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat gaat uitstekend. We hebben enorm veel samenwerking met de middenstand op Eiburg. Nou, je ziet het ook aan al die borden rondom de velden. We bestaan bij de gratie van vrijwilligers, sponsoren. Iedereen die eigenlijk een steentje bijdraagt aan de club. Jij bent van de ROC. En vertel eens, wat doe je hier precies dan? Ik loop hier stage, ik geef trainingen vooral. De onder 9-1 van de jongens en de meiden onder 17-1. Dat doe ik voor school als stageuren en om te leren hoe je dus met kinderen omgaat en dat soort dingen. We krijgen ieder jaar heel veel aanvragen voor stages. Vanuit het Eiburg College, ook weer op Eiburg. Door erkend leerbedrijf kan je ook weer andere stagiaires aantrekken. Dat is goed voor de club, is goed voor de stagiaires, want die doen ervaring op. Dus ook dat werkt weer beide kanten op. AFC Eiburg is dus veel meer dan alleen een voetbalclub. Het is veel meer allesomvattend dan gewoon even balletje trappen. Ja, we zijn natuurlijk bezig als voetbalclub om daar onze betekenis te geven, hier in de buurt en in de wijk. Maar we vinden het ook heel erg belangrijk dat we ook andere verbindingen kunnen leggen met scholen. Dat hebben we in het verleden ook al gedaan om bijvoorbeeld meisjesvoetbal hier te promoten en meer verbindingen in te zoeken. Maar nu dus ook met het MBO. Ik zag ook iets heel moois bij jullie verwelkomende club, ook hier de andere clubs. Kijk eens even, dit is voor de tegenstanders. Wij merkten, en dat is ook, we zijn ook gewoon een leeronderorganisatie, wij merkten dat het mensen liepen hier nog wel eens gewoon naar binnen zonder welkom geheten te worden. En het is nou eenmaal zo dat op het moment dat je even een hand krijgt en welkom bij de club, dat neemt een hoop scherpte tijdens de wedstrijd ook al weg. En daar is dit ook uit voortgekomen. Iemand van het bestuur had een lumineus idee om die te maken. Ik merk gelukkig zelf en ook de andere clubs dat het een stuk rustiger is langs de lijn. Wij hebben dan ook wel het idee dat het te maken heeft met de aandacht die ervoor is. Niet alleen van ons, maar bij alle andere clubs. Het gaat bijna altijd om aanspreken. Wij verwachten ook van andere ouders dat ze ouders aanspreken die zich niet gedragen zoals het hoort. En dat allemaal in het belang van de kinderen. De kinderen die moeten gewoon lekker kunnen voetballen. En aanspreken is het allerbelangrijkste. Zeggen we het kind blijft altijd centraal, het spelletje altijd terug met kids. De kinderen zijn het allerbelangrijkste. Wij zijn de toeschouwer, we proberen zo goed mogelijk het jeugdvoetbal te faciliteren. Maar het draait allemaal om die kinderen die aan het voetballen zijn.